Sander van der Meer, u helpt nabestaanden met computers en telefoons waar ze niet in kunnen. Zeker, ja, wij zijn digitale nazorg. En wij zijn het eerste digitale nazorg? Digitale nazorg. Ja. Net zoals digitale erfenis en digitale nalatenschap. Wij zijn het eerste Nederlandse bedrijf wat zich bezighoudt met het toegankelijk maken en het veiligstellen van gegevens van telefoons, tablets, computers, maar ook social media, online opslagdiensten ten behoeve van nabestaanden die dus met dit probleem worstelen. Ja, en zijn dat veel mensen tegenwoordig die daarmee worstelen? Dat zijn heel veel mensen. Het zijn niet alleen de ouderen of de jongeren. De ouderen die vragen het vaak voor de kinderen, hun zoon of dochter, waarvan ze niet eens weten welk social media in gebruik is. En jongeren die inderdaad misschien komen te overlijden. Mm-hmm. En hun hele hebben en houden en hun hele leven staat op de mobiele telefoon. Ja. Krijgt u mensen aan de telefoon die echt ten einde raad zijn? Zeker. En de laatste tijd ook met name bij zelfdodingszaken, waarbij iemand zichzelf aan het leven beneemt en toch de nabestaanden met vragen zitten en ook willen beschikken over de foto's. Ja, ja. En dan kunt u ze helpen. We hoorden net mevrouw zeggen, ze had een zakcomputer in haar zoektocht gewist, hè, omdat ze toch niet wist wat ze moest doen. Dat ding dat crashte helemaal. Had u daar nou wat mee kunnen doen? Afhankelijk van de apparatuur. Kijk, wij hebben hele specialistische apparatuur en ook kwalitatief goede medewerkers. Denk ik dat we een groot gedeelte terug kunnen halen. Lukt het niet, dan is het op dit moment technisch ook niet mogelijk. Nee, dus er blijft altijd wel informatie gewoon weg, hè, waar je echt niet bij kan komen.